zoek een soort maatje, eigenlijk iets meer als een maatje. Om, ja, om leuke dingen te doen. Ja, maar met z'n tweeën uit eten gaan is ook gezelliger. Ja, ik ben gek op fietsen. Ik fiets graag in de duinen. Ik ben ook gek op sauna's bezoeken, maar doe ik niet in mijn eentje. Hou jij van sauna's? Nee, niet, niet echt. Nee? Nee. Ja, ik hou wel van een sauna bezoek. Ja. Wel lekker. Maar ja, ik neem aan, jij werkt natuurlijk nog. Ik werk gewoon 5-6 dagen in de week. Kijk, ik werk natuurlijk niet meer. Ik werk vanaf mijn 45ste al niet meer. Toen ik mijn eerste rugoperatie kreeg. En ondertussen 5 keer dan aan mijn rug geholpen. Ja, dan houdt het op. Ja. En wat had je opgegeven als type? Type? Ik had gezegd rood, blond of een brunette. Het mocht een maatje meer hebben. Dus, ja. Ik gebruik al jaren geen fiets meer, maar ik heb een scootmobiel. Is dat een probleem? Waarom? Wil je dat met fietsen dan? Ik fiets niet meer. Helemaal niet? Nee, ik doe boodschappen met mijn scootmobiel. Oké. Okay. Dus dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, nou, laat maar zien hoe het hoort. Flirten gaat voor mij heel makkelijk. Waar of niet waar? Leg uit. Nee, ik ben niet van het flirten. Maar je kan wel laten merken als je iemand leuk vindt. Ik kan wel, ja, zeker weten. Nou, dat is... Hopen dat nu ook al doet dan. Dat is ook een goed antwoord, ja. Ja. Ah, nee, maar als ik iemand leuk vind, dan ben ik stil. Ja. Oh, we hebben geen dekentje hier. Kijk, misschien ligt er nog wel... Als het goed is, zijn de dekentjes hier ook. Ja, ze moeten er wel zijn, hè? Zal ik eens in de kast kijken binnen? Ja. Of daar ergens een dekentje ligt? Nee, geen dekentje. Niet? Nee, alleen een extra dekbed. Dat is natuurlijk voor als er iemand op de bank gaat. Ja, precies. Maar dat was straks... Ik denk niet dat wij dat probleem hebben, hè? Nee, niet dat ik voor jou ga antwoorden, hoor. Nee. Als jij er geen probleem mee hebt. Ik ben geen draaier, want vanwege mijn rug lig ik eigenlijk bijna heel veel op mijn rug. Heb ik wel een dekentje om, of een kussen onder mijn knieën, omdat ik moeilijk recht kan liggen. Oké. Nou ja. Maar het is wel heel lang geleden dat ik onder een tweepersoons dekbed heb gelegen. Ga op de bank? Ja, is goed. Ik heb alleen geen deken, geen kussen in mijn rug. Kom er maar bij zitten. Hou elkaar wel warm. Kom maar tegenaan zitten, hoor. Mag wel voor mij. Ja, al gezegd. Als jij het niet erg vindt. Nee, hoor. Nou. Het is al lang fijn dat je niet in ieder geval denkt van wat moet ik daarmee? Nee. Ah. Ik vind het wel gezellig zo. Ja, ik ook. Daarom heb ik er ook geen moeite mee om dan gewoon... Nee, ik ben het al even. Nee. We zijn volwassen mensen, hè. Dat wil ik zeggen. Dat bedoel ik. Ah, zo is het wel lekker. Je hebt trouwens mooie ogen. Je hebt lieve ogen. Dat hoor ik graag. Ja, dat vind ik wel. Ja. Leuk. Ik denk dat je inderdaad wel zorgzaam bent. En dat je ook wel een hoop voor als de ander jou heeft... dat je ook wel een hoop daarvoor doet. Ja, dat klopt. Ja. Dat je dat ziet. Ik voel best wel dingen en ik kan best ook vaak wel ogen goed lezen. Ja. Ik denk dat je ook best wel attent kan zijn. Ja, dat is ook zo, ja. En je lijkt zo stoer, maar van binnen... Ik ben helemaal niet stoer. Klein hartje. Ja. Maar je hebt wel een lief gezicht. Ah, dankjewel. Ik word een beetje verlegen van. Ik zie het. Nee, maar dat is mooi als iemand kwetsbaar is. En dan heb ik ook het idee dat jij je ook toch op je gemak voelt bij mij. Dan is dat toch bijzonder. Nou, is het ook. Ik ga vast even douchen, denk ik. Ja, is goed. Eet ik mijn appeltje even op. Doe rustig aan. Kom ik daarna. Ja. Kan je hem vast voorverwarmen? Ja. Oké. Tot zo. Zo. Even een muziekje erbij. Ja. Vind je het goed als ze dichterbij komt? Natuurlijk. Okay. Waarom niet? Waar staat het zo raar? Als ze te zijn moeten verlieren. Ja, daarom. Dus ik was benieuwd of jij nog iets wilde weten. Ja, ik zit even te denken. We weten best wel vrij veel van elkaar al. Nou, denk ik niet hoor. Nee? Nee. Want zoals jij gaat natuurlijk graag naar de sauna. Ja. Zou dat een belemmering zijn als ik daar niet tegen kan? Door de warmte gewoon. Nee, we gaan gewoon niet naar de sauna. Maar heel goed aanpassen. Oh, nou, dat is alweer dat. Dat vroeg ik mij vannacht alweer af. Ik denk, omdat ik gisteren wat last had. Maar ik denk, er zijn altijd dingen te vinden als je dingen samen wil doen die er wel gewoon zijn. Ja, dat kan toch? Ja. Lang leven de liefde.
De liefde is vrij.